allemaal. Daar is die dan eindelijk de haarvideo. Want ik krijg echt super vaak de vraag van... wat heb je met je haar gedaan? Waarom is het grijs? Hoe hou je het grijs? Want dat is heel duur, zeggen ze dan. En nog heel veel andere vragen over mijn haar. En ik dacht, het is wel leuk om een keer een video te maken over mijn haar. En ik dacht, dan knal ik er maar meteen een winactie achteraan. Dat jullie zelf als blondines ook allemaal zulke mooie grijze lokken kunt krijgen voor je 73ste. Dus ik ga eventjes kort vertellen hoe ik mijn haar zeg maar zo krijg, CQ hou. En dan ga ik meteen ook over op tot de winactie, zeg maar. Want het geheim achter mijn grijze haar is namelijk... Fudge! Geen chocolade fudge! Fudge dus. Fudge, geen chocolade fudge, maar fudge clean blond. En clean blond is natuurlijk... kijk, ik zeg altijd liever paars dan geel. Want echt, ik heb liever paars haar dan geel haar. Ik vind geel haar, dus geel en dan blond. Nee. Nee, dat is niet mooi. Soms dan, als je zeg maar naar het grijze gaat, dan kan het soms een beetje paarsig doorknallen. Dat hebben jullie volgens mij wel eens in een video van mij gezien. Maar goed, ik vind dat niet erg, want dan... geen idee, maar ik vind het niet erg. Maar goed, ik gebruik dus fudge voor mijn haar. Dit is de... gewone shampoo. En dit is dus eigenlijk een soort zilver shampoo, maar dan echt tot de macht 10, zeg maar. Normale zilver shampoo, die laat je intrekken en ja, er gebeurt niks. Maar als je dit laat intrekken, het is echt aan te raden om niet heel lang te doen. Want dit werkt als een beest, jongens. Niet normaal. Dus het werkt. Dat is wel een top idee van iemand geweest. En dit is de conditioner. En ik heb deze wel serieus echt als een setje altijd. Want ik vind dat het echt goed werkt samen. Maar ik ben dit dus gaan gebruiken. Want ik had dan altijd... ik blondeer mijn haar, zeg maar. Ik ben donkerblond van mezelf. En dan, dan ging ze zeg maar blonderen. En dan deed ze het altijd mooi licht. En dan elke keer als ik dan zeg maar... dan werd het steeds donkerder blond. En dan zeg maar dus echt geel. En wat ik ook deed, het werd altijd nog steeds, bleef steeds geler en steeds geler. En dan moest ik telkens ook de onderkant verven. Want ja, op een gegeven moment dan gingen ze dit alweer mooi licht inzetten. En dan had je hier gewoon van die kanariegele plukken. Dus dat was natuurlijk niet echt super goed voor je haar. Dus het is wel echt beter. Sinds dat ik dus fudge gebruik, hoef ik dus alleen maar telkens mijn inzet te kleuren. En kan de rest gewoon blijven, want dat blijft super mooi licht. Dus ik ben hier echt super blij mee, want het is echt heel goedkoper. Want heel veel mensen, dat wilde ik dus eigenlijk naar overgaan. Omdat heel veel mensen zeggen van ja, grijs haar, dat is toch super moeilijk om te onderhouden. Ja, dat is echt dus duur te onderhouden. Want ik deed dus eerst, ging telkens naar de kapper om een soort glossy er dus overheen te laten zetten. Nou was ik echt in 3 keer uit, bizar. Want ja, je hebt natuurlijk altijd een cap op je hoofd. En daarom vond ik het ook super leuk om dit met jullie te delen. Dat ik hier zo blij mee was. Want iemand in het Runes Ruiterhuis, Ragne, shout out for you. Die zei tegen mij, je moet dat kopen. Toen dacht ik ook, ja, er zijn wel 1000 zilver shampoos die ik al heb geprobeerd. Maar jongens, deze werkt. Ik denk dat ik nou jullie wel ongeveer heb overtuigd. En ik heb fudge bereid gevonden om... 5 prijzenpakketten weg te geven. Woehoe! Ik ga hem even wegzetten. Dan ga ik hem even erbij pakken. Deze is het namelijk. Even kijken. Hier zit dus een shampootje in. Ik wil hem niet openmaken. Want dan heeft iemand een open dingetje die hem wint. Ik laat hem even dicht zitten. Dat is wel leuk. Want anders dan heeft iemand een open ding. Ik ga even inzoomen. Hier zit dus de shampoo in. Dat is dus... Ik heb... Super grote flessen, gewoon echt van een liter. Want ja, deze had ik eerst, daar ben ik mee begonnen. En nu ben ik echt hardcore fudge persoon, zeg maar. Die zit erin. En hier zit een soort van clean blond, dus hetzelfde idee. En dan blow dry spray. Dus ik denk dat het een soort van styling spray is, die dus ook in deze lijn zit. En om op te tonen. Dus dit is wel echt een super leuk pakketje. En dan kan je het eens een keer proberen. Want dit is gratis. Want dit kan je winnen.
En laat even in de reacties hieronder achter waarom jij dit wil winnen. Want ja, ik neem aan dat je dan grijs haar wil en niet ja, iets anders, want dat werkt anders niet. Of in ieder geval lichter blond haar. Of het ligt er maar aan hoe lang je het laat zitten. Want als je het gewoon heel lang laat zitten, dan word je gewoon een smurf. En als je het niet zo lang laat zitten, dan wordt het heel mooi lichtblond. En als je het nog wat langer laat zitten, dan wordt het mooi grijs. Dus dan moet je gewoon zelf bepalen. Ik ga jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Als je nog een vraag hebt over mijn haar, want ik, ja, ik ben geen beauty persoon op YouTube of zo. Dus ik ben zeker weten iets vergeten te vertellen of zo. Maar dan laat het even in de reacties hieronder achter. En als je nog iets wil weten van mij, maakt het ook niet uit. Mag ook allemaal. Vergeet ook zeker niet even te laten weten waarom jij deze wil winnen of proberen. En zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!